Oh man, kijk die kogel eens draaien. Hey mensen van de Starved Games, mijn naam is Gijs en ik ga weer naar Sniper Elite 3. Resume! Oh ja, we waren bijna dood, dat was het. We gaan eens kijken hoe we zo'n medkit moeten gebruiken. Niet zo. Ja. Hoe gebruik ik een medkit? Niet zo, maar ik druk maar op alle knoppen. Want eentje werkte vast wel. Hahaha. Ik moet in de options kijken. Controls. Keyboard en shit. Spatie misschien nu. Vast niet. Select bandage 5. Select medkit 6. 6 dus. Oké, even hou. Hou. 6. 6 doet hij niks. Het is heel vervelend. Dit bandage. Ah! Oh! Slimme Gijs! Yes! Science! Oh, waar moeten we eigenlijk heen? Map. Hier. Oh. Oh nee, daar. Dus deze kant op. Ja, chill. We gaan goed. Wow. Oh my god. Ik ben zo atletisch. Oh my god. De nazi's komen eraan. De tanks komen er ook aan. Oh, dit is pas de intro. Oh. Sniper Elite 3. FF Africa. Snap ik dan niet waarom ze zo'n half nazi logo doen met vleugeltjes en dan... Oh, dit was gewoon missie 1. Chill. Hoe hebben wij het gedaan? Level up. Level 2. Yeah, MP40. Hand in de lucht. Yes. Oké, wat hebben we nog meer? Flint and steel. Skip. Langste shot is 470 meter. Kijk of we dit kunnen verbeteren. But my work had drawn the attention of British naval intelligence. They've been following one of Hitler's protégés sent to Africa, a ruthless advocate of nerve agents in the last war, General Franz Wallen. Their informant, close to Wallen, has gone dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here. Along with intel. I have the cover of darkness on my side. There's a few officers in the area, so that's where I'll start my search. I can see plenty of elevation around the lake. Perfect to set up my rifle. If Valen's been here, there'll be a trail, and I'll find it. Hoor je dat? I'll find it. Niemand anders maar I find it. Oké, loadout. Wat hebben wij allemaal als coole... Oh, we hebben een nieuwe gun. Ja, ik heb zo'n heel pakket op Kinguin gekocht. En er zit allemaal shit nu bij, dus... Oh, deze is legit. Fuck dat, we nemen gewoon deze. De coole... Dynamite! Wahoo! Ja, we doen het zo. Bandage, medkit, medkit. Kunnen we nog iets anders dan doen? Nee, ja, oké. We zitten gewoon zo chill. Customize rifle, wat kunnen wij doen? Oeh. Blue scope. Oh my god, that's so kawaii. Scope wobble, recoil. Dit is zo van, ik weet niet of ik een ander moet nemen of niet. Mosin Nagant. YOLO, we nemen deze gewoon. Oh, we kunnen deze ook nog helemaal... Oh, wat doe ik moeilijk, joh. Oh. De zoom is groter, de recoil is hoger. YOLO. Leren stok. Of willen wij dat niet? Padding. Ja, sure, doen wij.
Blueprint. Oh, dan hebben we meer damage. Oh, dat is hartstikke leuk. Pimp my rifle hier. Dick shit. Ja, zo. Vet coole rifle hebben wij. Woehoe! You got to pimp my rifle. Yeah, my rifle. Oké, start. Let's go. Pow! Zo spannend. Oh! Wat krijgen wij nu? We zitten in de auto. Oh nee, we zitten op een berg. Natuurlijk, we zitten niet in een auto. Het zou wel leuk zijn, maar... Wat krijgen wij voor... Oh, daar staat die vent. Die vent kunnen we zo killen. Kutnazis. That's loud enough to cover my rifle fire. Oh, chill. We hebben dus... Ja, jij lijkt naar de... Oh, vent. Ga dan niet op de grond liggen. Dan lijkt het net als... This is a good place to use my binoculars. Oh ja, met je binoculars kon je shit mensen taggen, hè? Even kijken. Wat hebben wij nog meer in onze omgeving? Oh, daar is nog één iemand. Chill. Daar is nog iemand. Check. Hebben wij voor de rest nog iemand? Of ben ik gewoon gigantisch blind, ondanks dat ik mijn bril op heb? Oh, daar is nog één iemand. Die moet ik eerst volgens mij hebben. Dan hebben we daar Bob de Bouwer nog. Nee, hier heb je Frans. Oh, hier heb je een vrachtwagen. Hey, je weet maar nooit. We kunnen maar beter getagd hebben. Ik tag jou in de foto. Kunnen we gewoon niet in één keer heel die vent killen? Hoppa! Ja! Oh nee! Oh, zijn knie! Something to collect from his corpse. Oké, kom. Hard geluid, kom. Kom op, renk-a-tank. Ga knallen. Die vent weet te veel. Nee. Heavy shit. Wow. Het is zeldzaam dat ik zo lekker ga in een stealth game. Dat is echt iets heel wat voor mij. Als je me langer kent dan vandaag, dan weet je dat ongeveer wel. Oh man. Kijk, die kogel is draaien. Ah. Heel zijn gezicht is gewoon. Oh man. What? Deze game is zo cool. Oh, wacht, we moeten nu even... Ja, ja. Oh, bam, en fel is weg. Hartstikke idee. Oh, nee, niet schieten nu. Even wachten. Hebben we zo meteen iedereen dood of zo? Of... Kom op, ratel. Zou dit lukken? Oh... Oh. Oh, maat. Nee. Oeh. Ah, dat lijkt me een hele vervelende manier om dood te gaan, even eerlijk gezegd. Zo. Oké, chill. Nog niet. Pat. Volgens mij hebben we iedereen ofzo. Nou, hier zit ze lekker lepeltje te doen. Ja, hoe moet ik nou zien wie nou de goeie is? Oh, hij is de verkeerde, oké. Jij gaat even hier chillen, bro. Ik ga deze man even... General Koch, I spare your order. I have attached a map of an officer assignment in governor, blah, blah, blah. I hope this is in use of you and General Vaughn.
Captain Salvatore. Si, si, comprendo. Oh, wauw, wauw, wauw. Weet je hoe kapot ver dit is? Oh, wow. Wat? Waar komt hij ineens vandaan? Vriend, kom naar buiten. Ik heb een verrassing voor je. Oh, dit is zo jammer. Oké, ik moet jouw lijk meenemen. Dumpty dumpty dum. Ja, troop body. Slaap lekker, Hans. Hans Fidel Castro. Oh, maar dat betekent dus dat hier nog Duitsers zijn. Oh, what the fuck? Wat hoorde ik? Guten Tag? I'm in the shadow. I'm here to kill the Nazis. And you can't do a damn thing about it. Oh, sheesh. Scheiße, scheiße, das ist nicht so gut. Es sind viele Deutsches auf das Kampf. Oh man, er zijn inderdaad veel Duitsers hier. Holy shit. Die kijk ik never nooit Gnoscope 360. Oh, dit is vervelend. Waar is nou die Duitser? Oké, okay, er zitten hier dus nog een paar Duitsers. Kan jij daar ook nog lopen? Oké, okay, chill. Gewoon zo. Lopen. Wat ik heb geleerd van game is, als je gehurkt bent, kan niemand je zien. Echt niemand. Dat is een magische kracht die je hebt in games. Het stuk van... Oeh, het buk. Niemand ziet mij ineens. Oh ja, niet te hard gaan lopen. Dan zien mensen me zo meteen nog. Oké, okay, chill, chill. Nog geen Duitsers hier. Die zouden er wel moeten zitten trouwens, maar... Oh, daar staat hij. Daar staat Karel. Karel Fritzel. Hunters Bratwurster collectie. Dag Hans. Hans Fridor de Derde. Die draait ze. Ik neem Hans wel even mee. Hans. We moeten even sneller lopen. Anders vind je collega straks nog je lijk. En dan hebben we een groot probleem. Kijk, we zetten jou gewoon hier zo in een hoekje. Perfect, Hans. Je doet lekker mee voor de live act. Het lijkt zo net of je dood bent. Oké, oké, chill, chill, chill. Nice, we zitten hier. Wat ziet dit er krankeminkig uit, zeg. Als ik hier zou moeten werken, dan zou ik acuut stoppen met nazi zijn. Als ik nazi zou zijn. Oké, Die vent zit ook nog in het kraaienest, hè. Ik zit echt van, ik word zo meteen ontdekt. Dit gaat iets te goed gaat dit, jongens. Ik zit van, nice, nice, niemand ziet mij. Hey. Chill, hij is dood. Saboteer. Oh. Gaat dat ding nou een vervelend geluid maken dat ik kan schieten? Moet die verder kapot? Nee. Oh, dit is een snipernest. Oh. Laat maar.
Oh, waar is die vent? Oh, hij zit in een tent. Oké, waar is... Waar is iemand? Oh, daar. Oké. Maak een geluid. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hè? Headshot, motherfuckers. Oké, hij zit dus in de tent. Zijn bananenvrienden zijn er niet. Oh, daar. Oké, dan wordt het lopen. Nee, misschien niet doen. Misschien is dit niet tactisch. Oh, fuck it, YOLO. Niemand gezien. Oké, die vent zit hier zo meteen dus in het hok. Oké, search corps. I'm glad Fallen Lucky is out-buttering other outposts. Every time I see him, we lose more men in name of stupid orders from Berlin. Nou. Weten we dat ook weer? Nou mensen, voor vandaag ga ik het hier eindigen. In de volgende aflevering gaan we even de rest van die mannen even lekker flink neerschieten van pauw, pauw, pauw. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet zeker niet op het duimpje omhoog te drukken. Ik vind het hartstikke leuk als jullie dat doen. Jullie steunen mij en de serie daarmee. Vergeet ook te abonneren op mijn kanaal G-Typo en natuurlijk dus David Games. Links staan in de beschrijving en dan zie ik jullie later.